Hoi, leuk dat je weer kijkt naar onze review. In deze review ga ik jullie wat meer vertellen over de verschillende soorten bestek die wij op onze webwinkel aanbieden. Disposable bestek is er namelijk in diverse diktes, uitvoeringen en ook in materialen die zo elk hun eigen eigenschappen hebben. Biologisch afbreekbaar bestek is vandaag de dag erg populair. Fijn natuurlijk, want het is beter voor het milieu. Op onze webwinkel vind je eigenlijk twee soorten biologisch afbreekbaar bestek. Hout en gekristalliseerd PLA, oftewel CPLA. Het houten bestek is gemaakt van berkenhout en is ook door onze fabrikant FSC gecertificeerd. En heel belangrijk, het houten bestek is splintervrij. Bestek van hout wordt veel gebruikt op evenementen omdat het ook nog eens een voordelig alternatief is voor kunststofbestek. Het CPLA bestek is eigenlijk niet van plastic te onderscheiden. Toch is het 100% composteerbaar en voldoet het bestek aan de zware EN13432 norm voor compostering binnen 90 dagen. Het CPLA bestek is robuust en wit-groenig van kleur. Het CPLA bestek kan rond de 90 graden aan, waardoor het ook te gebruiken is voor een warme maaltijd of een soep. Een fatsoenlijke vork of mes is wel zo fijn tijdens het snijden van je stukje vlees of prikken in een harde appel. Toch zijn er vele diktes bestek te verkrijgen die nagenoeg allemaal van polystyreen, PS, zijn gemaakt. Het bestek is erg stevig en kan wat hebben. Bijna al het bestek op onze webwinkel is van dit stevige materiaal gemaakt in de kleuren wit, zwart of transparant. De luxe bestekken zijn stapelbaar en van dik plastic en voelen daarom ook robuust aan. Van deze serie is ook een transparante versie verkrijgbaar. Is het deluxe bestek nog niet stevig genoeg en speel je liever volledig op safe, dan is het zware bestek de beste oplossing. De messen hebben goede scherpe tanden en ook de vorken en lepels voelen ook erg stevig aan en liggen goed in de hand. Soms kom je bestek tegen wat niet van echt bestek is te onderscheiden. Het heeft dezelfde chrome glans en als je het oppakt ben je toch verbaasd. Zo licht. Dit is zwaar plastic bestek voorzien van een chrome laagje en werkelijk niet van echt te onderscheiden. Het bestek is licht en heeft een erg luxe uitstraling. Ook is het bestek erg stevig en kan het goed tegen warmte. Wij bieden dit bestek aan in verschillende formaten en modellen. Geen luxe nodig, maar gewoon goed stevig basic bestek hebben wij uiteraard ook. Het basic bestek is slim ontworpen, waardoor het dunne bestek toch zijn sterkte kent. Ook de lepels hebben afgeronde randen, wat in tegenstelling tot andere aanbieders erg fijn is bij het eten van soep of andere lekkernijen. De randen zijn namelijk niet scherp aan je lippen. Naast het basic bestek hebben we ook het snackbestek. De frietvorkjes in gemixte kleuren en in het zwart. En de bekende snijvork. Deze vork heeft aan de zijkant een mes zitten, zodat de vork tevens als mes gebruikt kan worden. Dit is zo bedacht omdat je bijvoorbeeld tijdens een evenement met één hand je lekkere hap vast moet houden en met de andere hand moet kunnen snijden en eten. Zoals je merkt is bestek erg uitgebreid. Nu hebben we het nog niet eens gehad over de roerstaafjes van hout of plastic. Of bijvoorbeeld rietjes in verschillende diktes en lengtes. Hier maken we nog gewoon een aparte review over. Beloofd. En als je nog vragen hebt over het bestek of andere producten uit onze winkel, laat het ons weten. We helpen je graag. Bedankt voor het kijken en tot snel.